Lieve familie, vrienden, bekenden, allen die op een of andere manier betrokken waren bij het leven van Roelof. Hier zijn we vanmiddag om afscheid te nemen, om iets moeilijks te doen. En ik wil de rouwkaart ook nog even voorhouden. Jullie hebben boven die rouwkaart de tekst laten drukken. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Verdrietig, maar dankbaar voor alle fijne jaren die we samen hebben gehad, nemen wij afscheid van onze lieve vader, schoonvader, opa en echtgenoot. En we mogen dat op een waardige manier doen vanmiddag. Op een respectvolle manier en op een dankbare manier. Zullen we samen ook allereerst een zegen vragen over deze dienst? Mag jullie daarvoor gaan? Vader, we moeten vanmiddag afscheid nemen. En dat valt zwaar. Er is verdriet, er is gemis. En de familie voelt dat zo zeer. We voelen dat allemaal op dit moment. En we zijn hier ook bij elkaar gekomen om troostend, biddend rondom de familie heen te staan. En u te vragen, Heer, wilt u vanmiddag ook met uw kracht komen, met uw troost komen. Heer, en zo uw hand op onze levens leggen vanmiddag, dat we mogen worden opgebouwd, dat we mogen worden versterkt in dit verdriet, in dit gemis. Heer, dat vragen we u in Jezus' machtige naam. Amen. We zijn net binnengekomen met het Halleluja van Händel. En ik mag ook zeggen dat dat was ook een lievelingslied om te horen voor Roelof. En vandaar dat we daarmee zijn begonnen. We willen ook andere liederen vanmiddag gaan horen. En u mag ze ook, laten we zeggen, fluisterend of in uw hart meezingen. En dat zijn allemaal liederen die dierbaar voor Roelof waren. En daar mogen we ons dan ook van bewust zijn, als we die liederen zo horen en beamen. En het lied dat we nu willen gaan beluisteren zegt: eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, dan rest er niets meer dan te zingen: Heer, dan is uw pleit beslecht. Zullen we daarna gaan luisteren?
Prachtig lied. We willen nu gelegenheid geven aan Florence en Laura om een in memoriam uit te spreken. Mag ik jullie zo vragen om hier naar voren te komen en dat te doen? Mijn vader is geboren op 1 januari 1933 in Lonneker. Al snel verhuisde hij met zijn ouders naar de Sophiastraat in Hengelo. Daar groeide hij als enig kind op. Hij heeft de oorlogsjaren bewust meegemaakt. Hiervan zei hij dat het ondanks de ellende toch een mooie en spannende tijd was. Zijn vader werd gedurende de februaristaking opgepakt en was een aantal weken verdwenen, zonder dat ze wisten waar hij was. Op een dag kwam hij gewoon het tuinpad weer oplopen en was hij weer thuis. De lagere school waar papa naartoe ging werd in de oorlog gebombardeerd en hij kreeg les op de plek waar hij later met mama in het appartementengebouw de Klokstee zou gaan wonen. Na de lagere school ging mijn vader naar de MULO en vervolgens deed hij verschillende boekhoudkundige en financiële opleidingen. Het vakgebied waarin hij later ook zou gaan werken. Tijdens een tochtje op de scooter met zijn vriend Adrie zag hij een leuk meisje een ijsje eten. Dat was mijn moeder. Ze gingen uiteindelijk trouwen. In 1962 werd Yvonne geboren en woonden ze in een vakantiehuisje in Boekelo. Yvonne bleef 8 jaar enig kind totdat ik en een jaar later Laura werd geboren in Jutphaas. Met 3 dochters en mijn moeder zat papa altijd tussen de vrouwen, al hadden we niet het idee dat hij dat erg vond. Hij was een lieve en zorgzame man die niet van ruzie hield en altijd probeerde om het weer goed te maken. Hij wreef zich in zijn handen als hij zich goed voelde. Dat was een karakteristiek trekje van hem. Wel had hij 2 linkerhanden. Toen hij een keer had bedacht dat hij zelf voor vloerbedekking kon gaan leggen, sneed hij zich met het Stanley-mes in zijn hand en konden we gelijk naar het ziekenhuis. Maar mijn vader was ook altijd opgewekt en kon soms enorm lol hebben om iets wat was gebeurd. Onze kindertijd speelde zich voornamelijk af in Zeist. Papa bleef altijd echter een verlangen houden naar Twente. Op zondag belde hij in het dialect zijn ouders en regelmatig werd er een langspeelplaat van de Wierdense Revue opgezet. Wij vonden dit als kinderen niet altijd even leuk. Toen hij dit niet meer hoefde te werken, verhuisden we in 1986 naar Twente. Yvonne woonde al op zichzelf en bleef in Utrecht wonen. Terug in Hengelo genoot papa van fietstochten door het Twickel. Ook werden er mooie reizen gemaakt. Zo zijn papa en mama naar een neef, Nico Beute, in Zuid-Afrika geweest en naar Piet Alberts, een oude schoolvriend in Canada. Maar ook in Amerika en Israël. Sowieso genoot papa tot het laatst toe van uitstapjes. Hij ging graag even met de auto weg, even rondrijden, op bezoek of boodschappen doen in Duitsland. Ook kreeg hij kleinkinderen, 6 stuks in totaal. Binnenkort zal hij zelfs overgrootvader zijn geworden. De laatste jaren werd zijn gezondheid wat minder, maar hij genoot nog steeds van de kleine dingen. Samen met mama in de Klokstee. Helaas kreeg hij op 6 april een hartinfarct en 1,5 week later is hij in de Klokstee overleden. We zullen hem missen. Dankjewel, dochters Florence en Laura, voor deze persoonlijke woorden over vader, wat jullie van hem hebben meegemaakt. Mooi om dat zo te delen met elkaar. We willen nu gaan luisteren naar het lied, een lievelingslied van Roelof, kunnen we zeggen. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Laten we naar dit lied gaan luisteren. Thank you.
willen met elkaar vanmiddag nadenken vanuit Psalm 23. En ik wil deze psalm ook met u lezen. Uit de herziene Statenvertaling lezen we het volgende. Het is een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte vandaag. We willen nu gaan luisteren naar het lied van schoonzoon Johannes en hij zingt het lied Op die dag. Hemel, maakt u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal hield u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt. Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag. Wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijke zijn. Maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij. Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw pracht op die dag. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn bij Jezus en klinkt
Jezus, kan genade heerlijke zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Op die dag in de hemel. Wat een dag. Wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied en klinkt het overwinningslied. Dankjewel, Johannes, voor dit prachtige lied. En indrukwekkend lied ook. Mooi. We willen nu met elkaar nadenken over die woorden die we straks hebben gelezen. Beste familie, vrienden en bekenden. We zijn hier vanmiddag bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Roelof Slender, jouw lieve, dierbare man, Adelheid, jullie lieve vader, schoonvader en ook grootvader, bijna overgrootvader, lieve kinderen en kleinkinderen. In de loop van vrijdag 16 april kwam er plotseling, kort na zijn thuiskomst, uit het ziekenhuis een einde aan zijn aardse leven. Zo kunnen we dat eigenlijk zeggen. Jullie wisten wel dat hij ernstig ziek was. En dat er medisch ook eigenlijk niets meer gedaan kon worden voor hem. Maar zo snel, zo onverwacht, dat hadden jullie niet kunnen bedenken. En wat is het intens verdrietig als je zo snel afscheid moet nemen, lieve familie. En vanmiddag willen we dat op een waardige manier doen. En eigenlijk troostend en biddend om jullie heen staan in dit verdriet. En op een dankbare manier afscheid nemen van Roelof Slender. Echtgenoot, vader, grootvader. Een mens die zich ook betaald wist door de Heer Jezus. Hij wist dat er betaald was ooit voor zijn leven met een hoge prijs door Jezus Christus, waar Johannes zojuist ook over gezongen heeft. En dat de Heer Jezus ook voor hem aan het kruis van Golgotha zijn leven heeft gegeven, betaald heeft. En over dat behoudende geloof willen we vanmiddag in het bijzonder in deze dankdienst delen. En toen ik met jullie deelde over wie Roelof nu eigenlijk was onder jullie en wat hij voor jullie heeft kunnen en willen betekenen, toen hoorde ik jullie zeggen dat hij in het bijzonder hield van de psalmen. En daarom hebben we natuurlijk daar straks ook geluisterd naar die prachtige psalm 68, waarvan vers 10 zegt: geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. Jullie hebben die tekst boven de rouwkaart laten schrijven. En toen ik hoorde dat Roelof van de psalmen hield, dacht ik ook meteen aan de psalm der psalmen, psalm 23, die zo krachtig zegt: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dit is wellicht wel de meest gebruikte Bijbeltekst in de wereld.
En wat klinkt dat krachtig en vertrouwensvol, lieve mensen, als je kunt uitroepen dat de Heer je herder is. En dan zeg je eigenlijk, wat kan mij nu nog gebeuren? Wat schort er dan nog in mijn leven? En dat is precies wat de schrijver van de psalm ook zegt. Koning David schreef deze psalm zo'n 3000 jaar geleden als een geweldige uitroep van vreugde. Voegt hij hieraan toe, mij ontbreekt niets. Ja, zullen we misschien meteen denken, dat gold dan zeker alleen voor hem. Hij lag zeker in een gespreid bedje. Hij had alles zeker mooi voor elkaar. Maar hoe zit het met ons? Hoe zit het met jullie, lieve familie? Hoe valt dat mij ontbreekt niets nu te rijmen met jullie rouw en verdriet en gemis? Ontbreekt jullie geliefde Roelof hier niet vanmiddag? Hoe kun je zo'n tekst überhaupt ooit uitspreken? Want komt het wel ooit voor dat een mens het aan niets ontbreekt? Was de psalmist die David dan werkelijk zo'n enorme geluksvogel dat het hem nooit aan iets ontbrak en werd hij dan overal voor gespaard door God in zijn leven, overal doorheen geloodst? Nee, lieve mensen, volstrekt niet. Als je de geschiedenis van David leest, dan weet je wel beter. En als je trouwens alle andere psalmen leest, dan hoor je ook wel iets anders. Er werd David niets bespaard. Hij heeft vele verliezen geleden. Hij heeft een grote strijd gekend. Vele vijanden stonden tegen hem op. En toch kon hij dit in geloof uitspreken en hij meende het. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat? En wat heeft Roelof daar dan van ervaren in zijn lijf? Wel, laten we daar vanmiddag over nadenken. En troost zoeken in Gods woord. De enige plaats waar troost te vinden is. En we zeiden het al, Roelof hield van de psalmen. En dat betekent dat hij aangesproken werd door deze realistische gebeden die vanuit realistische situaties naar God werden opgezonden. En waaruit ook werkelijke hoop, troost en bemoediging klinkt. Amen. Als je van de psalmen houdt, dan weet je je aangesproken door de geweldige hoop en kracht die eruit naar voren komen. En psalm 68 vers 10, de lievelingspsalm van Roelof, zegt: gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Mensen, wat een machtige psalm is dat. Lieve mensen, als deze woorden kostbaar voor je zijn, en dat waren ze voor Roelof, als je hier amen op kunt zeggen, dan mag je hetzelfde zeggen als wat David zegt in psalm 23. De Heer is mijn herder en daardoor ontbreekt mij niets. Lieve mensen, dan kun je dus ook de andere woorden van psalm 23 beamen. Ja, dan herken je die ook. En wat jullie mij vertelden over Roelof was best een mooie tekening. Hij was zo'n lieve en aardige man, zeiden jullie. En jullie hebben het zojuist inderdaad ook in het in memoriam uitgesproken. Een lieve vader
die betrokken en die behulpzaam wilde zijn. Hij hield niet van ruzie. Wilde het ook altijd weer goed krijgen. Wilde ook best toegeven dat hij iets verkeerds had gedaan. Jullie zeiden nog, hij wilde ons als kinderen ook graag helpen bij het rekenen. En daar ging hij wel eens wat te ver in door. Soms kwam er 's nachts of vroeg in de ochtend een oplossing bij hem te binnen en dan wilde hij die doorgeven. Maar Adelheid, jij zorgde er dan voor dat hij niet zijn bed uitging. Je blijft liggen. Dat vond je toch even wat te ver gaan. Maar wat een mooie schets om te helpen, om betrokken te zijn. En als iemand liefde en zorg kan uitdelen, dan weet je dat hij zelf put uit een bron die hem die liefde geeft. Amen. Dan weet je dat hij zelf put uit een bron. En het tweede en derde vers van Psalm 23 zeggen dat de Heer je doet neerliggen in grazige weiden. Dat hij je zachtjes leidt naar stille wateren. Dat hij je ziel verkwikt. Dat hij je leidt in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Nou, lieve mensen, dat is wat Psalm 68 omschrijft als: hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Hij wil je kracht, genade en liefde geven als je je daar ook naar uit wil strekken. En dat is zo wezenlijk, dat een mens zich daar ook naar uit wil strekken. Als je daarvoor openstelt. Wel, Roelof wilde zich daarvoor openstellen en dat was de voeding voor zijn geloof. Tijdens ons gesprek gaf jij, Adelheid, ook nog aan dat Roelof troost vond in zijn geloof. En lieve mensen, wat is dat mooi. Als je uit je geloof in die grote, goede herder ook werkelijk kracht, hoop en liefde kunt putten. De apostel Paulus heeft ooit letterlijk gezegd: ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Het evangelie van de Heer is een kracht van God die je wil behouden als je maar wilt geloven. Als je maar wilt uitstrekken naar hem. Maar lieve mensen, het leven van een kind van de Heer is niet één grote pastorale. Het is niet één grote, rustige, kabbelende levensreis. En over reizen gesproken, en jullie gaven het ook al aan, Roelof vond het heerlijk om te reizen. En hij heeft ook heel wat reizen gemaakt. Een auto rijden was zijn lust en zijn leven. Even hierheen, even daarheen. Jullie vertelden me dat hij zelfs nog tot kort voor zijn overlijden nog graag in de auto reed. Had zelfs nog een elektrische auto gekocht. Jullie zijn in Amerika geweest, gaven jullie aan. Bij de Crystal Cathedral van Hour of Power. In Canada bij een vriend, in Zuid-Afrika bij een neef. Heel wat mooie reizen mogen maken met z'n tweeën. En dat was wel eens spijtig voor de kinderen. Die ook best graag hadden mee willen gaan. Maar jullie maakten die reizen samen. Maar deze laatste reis, lieve familie, heeft Roelof alleen moeten maken. En David zegt in Psalm 23 op zeker moment: al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En we moeten weten dat David, toen hij nog herder was, ook letterlijk door dat soort dalen heen ging. Hij wist van rotspleten waar hij dan als herder met zijn schapen doorheen moest trekken. En die waren aardedonker. Er was geen sprankje licht te bekennen. Maar hij ging er doorheen en vertrouwde ondertussen
op de Heer waarvan hij wist dat hij geen moment weg was. En de schapen op hun beurt, hoewel ze de herder niet konden zien als ze door zo'n dal gingen, ze konden wel zijn stok en zijn staf horen tikken. En dan wisten ze, daar is de herder. Hij is erbij. Hij weet de weg. We komen er doorheen. Wel, Roelofs levensreis kwam plotseling in zo'n donker dal terecht, moeten we zeggen. Zijn gezondheid brokkelde zo snel af dat hij met zijn verzwakte lichaam niet verder kon reizen. En toch is Psalm 23 ook in dat opzicht helemaal waar voor Roelof, mogen we zeggen. Hij is door dat dal heen gegaan en de Heer, zijn herder, heeft hem daar doorheen geleid. Hoe ik dat weet? Wel, Psalm 23 eindigt met de woorden: ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte vandaag. En de Heer Jezus zou zo'n 1000 jaar na David ook spreken over dat huis van de Heer. Het vaderhuis met die zeer vele woningen, waar hij een plaats wil maken voor iedereen die in hem gelooft. En lieve mensen, wij mogen geloven vanmiddag dat Roelof dat huis is binnengegaan. Uit genade door zijn geloof. Weet je, dat huis kun je maar op één manier binnenkomen. Er is slechts één sleutel die past op die deur. En dat is de sleutel van de genade. Sleutel van de genade. Niet de mens die zichzelf op de borst slaat en trots is op zijn eigen prestaties, maar de mens die heeft willen buigen voor de Heer Jezus, gaat daar naar binnen. Wel, Roelof heeft eens zijn knieën willen buigen voor de Heer Jezus. Hij heeft ooit dankbaar en blij het offer van het kruis aangenomen voor zijn leven. En jullie vertelden me dat hij toen ook op de belijdenis van zijn geloof gedoopt is. In de tijd nog door broeder Malgo. En lieve familie, beste mensen, vanmiddag mogen wij als troost in ons verdriet horen dat Roelof door genade in het huis van de Heer is gekomen en daar tot in lengte van dagen mag wonen. En wie die Heer ook wil aannemen in geloof, die mag weten dat er straks ook voor hem, ook voor haar, een plaats is in het vaderhuis. Hoe mooi zal dat zijn. Amen. We willen met elkaar gaan luisteren naar het lied dat zegt: wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.
We willen nu nog een moment van dankzegging hebben en ook van gebed om zegen. En daarna zal ik de uitvaartleidster even de gelegenheid geven om nog wat instructies door te geven. En nadat zij dat gedaan heeft, willen we nog gaan staan en gaan luisteren naar dat prachtige lied dat zegt Lichtstad met uw paarlen poorten. En tijdens het laatste couplet zal dan onze broeder de uitgang in naartoe worden gereden, worden uitgeleid. Maar zullen we allereerst danken en vragen om zegen. O Vader, dank u wel dat we hier zo vanmiddag bij elkaar konden zijn hier en troost mochten vinden in uw woord. Want wat een heerlijke bemoediging is dat toch, om te weten dat wie in u gelooft, Heer Jezus, wie het offer dat u heeft gebracht, heeft aangenomen, eeuwig leven heeft. Dat er een doorgang dan is naar het vaderhuis met de vele woningen. En dat we mogen geloven dat onze broeder Roelof daar op dit moment ook is. Heren, wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken hoe dat is, hoe dat voelt, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar we mogen geloven, Heer, dat u die weg naar het vaderhuis heeft gebaand. U heeft betaald met uw kostbare bloed voor onze zonde, onze schuld. En u heeft die toegang gemaakt. En wij mogen in geloof daar ook zo binnen gaan. Dank u wel, Heer, voor die geweldige troost, voor die bemoediging. Maar er is wel verdriet, Heer, en u weet als geen ander hoe zwaar dat kan zijn. En wilt u de familie, maar ons allemaal, Heer, ook die troost diep laten ervaren, Heer, en die rust ook geven zoals u dat alleen maar kunt doen. En wil ook bidden, Heer, om zegen. Als we dadelijk van hier gaan naar de plaats, de begraafplaats, om zo het lichaam ook aan de aarde toe te vertrouwen, o Heer, wil ons daar kracht voor geven. Heer, en zegen ons zo als we van hier gaan. Met uw liefde, Vader, met uw genade, Heer Jezus, en met uw troostvolle gemeenschap, Heilige Geest. Amen. Dames en heren, we zijn bijna aan het einde van deze dankdienst gekomen. En Roel Slender zal aan het einde zo van het slotlint door zijn familie uitgedragen gaan worden. En vervolgens zullen we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de Oldenzaalstraat. En als u wilt, mag u zich straks buiten bij de rouwstoet aansluiten, zodat we gezamenlijk daar naartoe rijden. En u bent uiteraard ook vrij om daar op eigen gelegenheid naartoe te gaan. Dames en heren, mag ik u nu vragen om indien mogelijk uit eerbied en respect te gaan staan. En mag ik de dragers vast uitnodigen om naar voren te komen.